kom bij die voordeur. Zo, kijk daar. Uh-oh. Kijk, daar zie je rook. Zo, klopt dat wel? Tering. Is dat wel normaal? Zo, moeten we dadelijk niet geëvacueerd worden? Zo, wow. Oh jee. Goedemorgen. De barbecue is al een stap onder. Weer een barbecue. Ja. Zo. Jezus Christus. Godver, weer slecht geslapen zeg. Ja, voor mij lag er weer een poortje naar. Ja, dat is... Oh mijn god, zeg, wat is dat irritant. Nou, dat heb je, hè. Dat, heb je, dat is een risicootje met meren te slapen op... en natuurlijk, hoe meer personen in kunnen... Hoe meer groter de kant. Dus, ik dacht van nou, dat ik nou een keer toen ik weer wakker werd, volgens mij om 2 uur s'nachts. Nou, hoe zou ik nou eens in slaap gaan vallen? Welke zijde? Ja, hoor je weer. En dan weer achter die deur vandaan. Ik dacht, nou. Nah. Ja, ja, bij er weinig last van, die hebben oordopjes in. Ja, klopt. Nou, volgens mij helpt het bij mij ook nog geen eens. Wat zie je? Regen opkomst. Keep calm and love, rainy days, ja, heel goed. Ja, rainy day, dream away. Jimi Hendrix. Nou, daar begint de zon een beetje door te komen, maar het is toch veel aan bewolkt. Ja, wat gaat er hier? Nee, 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 de volgende. Oh. Zo, vreselijk. Oh, Frans loopt even door. Harry, hier is hij. Er zijn 2 uitgangen. Ja.
Like a comet blazing across the evening sky, gone too soon. Like a rainbow fading in the twinkling of an eye, gone too soon. Shiny and sparkly and splendidly bright, here one day, gone one night. Like the loss of sunlight on a cloudy afternoon, gone too soon. Built upon a sandy beach, gone too soon. Like a perfect flower that is just beyond your reach, gone too soon. Like a sunset dying with the rising of the moon, gone too soon. Ja, dat is trappig. Aardig, hè?
aan je batterij is leeg. Ja. Je zegt dat je een foto download is als je niet weet. Ja, maar ik heb maar een paar minuten gemaakt. Ja, je denkt het ook wel, hè. Zit er een goede wijn? Zal best. Dat is een hele hoge schat. Ja, toch. Ja, ik weet niet, dit is een foto. Ja. Zo doen we dat in al die dus. Precies, de laatste fietsers jongens. Haal ze even mee binnen. Gaat die met z'n allen. Pak de kaart in de glas. Schouder aan schouder. Dus ja, kom maar even. Robin! We missen je al! Robin is toch raar wat je nou doet! Schouder aan schouder! Robin, wat wil je nou? Wat wil je? Aandacht! Aandacht, ja, dat is duidelijk! Ik heb een op de foto, maar wat is dat? Dat is een graag, kijk of wat erin komt. Gaat-ie! Ja, staat hij bij ons in de finish? Heel emotioneel, heel emotioneel. Heel emotioneel. Heel emotioneel. Heel emotioneel. Heel hier.
Goh, lekker rustig. Ja, dat hoe je dikke maar ook lekker. Ja, als je het allemaal lekker spaast, dan kun je het allemaal. Voor mij is het zo duidelijk te helpen met zo'n... Meen je dat? Nou, dan ben je erbij. Als wij onze plan niet gebruikt, dan pakken. Dan nemen we dat alles. Ja, wat doe je nou eigenlijk? Dat is zoek. Dat is de winkel achter de hand. Dat is niet meer aan mijn vingers. Ik doe me net denken aan Peter Keen, net als Ben Slikmans. Toen ik ook een goed documentaire, dan zag je ook echt een druk van allemaal mensen praten over dit. Ik denk dat een fake even mocht. Ik denk dat je niet even afgeven. Nu met die camera, dat ik die kaart doorheen heb. Nee, gewoon zo. Een beetje uitbrengen van. Was het echt 100%? Oh, nee, ik heb ook eens wat foto's hoor. Nee, ik hoorde het gezien niet zijn als. Hup. Hup. Nog iets hup. Ja, volgende. Oh. Nee, ik laai erop en ik heb een kast. Deurtje dicht. En hoe staat het hier? Toppie! Toch gezellig. Eindelijk bij jou. Om een heel apart complex. Hallo. Goed, ik eentje. Ja, Martijn, kom aan lopen. Ja, dat is wel handig, jongens. Ja, je moet even zelf een pakketje bedanken. Welkom. Het tweede wat ik mee wil geven, om 3:30 vertrekt bij Paleis Spoor met de motor Adda in. Dus ik stel voor degenen die zo vroeg willen gaan beginnen, om 3:50 hiervoor bij de sectie klaar te staan. Om echt tien klaar te staan. Klaar staan, zeg maar. Dan gaan we weg. Dan gaan we die kant op. Voor degenen die dus dan willen, dan kunnen we als het goed zijn er naar beneden. Het andere gedeelte wat ik nog wil vertellen is uiteindelijk vorig jaar met een aantal gids. Deze twee heren hebben met name de gedachte om volgend jaar weer te doen. Voor twee redenen. Dit jaar, ja, maar dat komt volgend jaar. Voor twee redenen. Eentje is... Er zijn nog steeds dus bedragen die binnenkomen. Het bedrag wat we nu tot nu toe hebben opgehaald is... Wauw! We zijn met 31
30 deelnemers. Want dat betekent dat we met 2500 euro per persoon dat we 77.500 euro moesten ophalen. En daar zijn we zo overheen. 85.000 euro. God zeg. Maar het laatste op de website zag ik van 56.000. 13 mei. Het is gewoon bijna verdubbeld. Ja. Nou, dan word ik gewoon een kwart bij je betalen dan mij. Niet meer. Ja, ze weten wat ze gaan doen. En hopen dat ze het op hun witte zien. Ik vind hun niets meer aan doen. Nee. Kijk even naar rechts. Hun kijken niet naar ons. Nee. Of ze doen zo. Dat betekent en je kunt er niet makkelijk omheen kijken, hè. Dat is even een tip. Als jullie morgen fietsen en je ziet de slot verwogen, je weet niet waar je naartoe moet. Hoeft alleen maar die pijp door met zo'n roze einde. Dan ga je de goede kant op. Dan ben je er goed. Ben je er bijna. Jullie vragen wij misschien af waarom staan zij aan de finish? Ja. Dan konden wij het meest breed inzetbaar waren. Niet over het hoofd te zien. Niet over het hoofd. En je kunt bij ons heel veel shirtreclame kwijt. Ja. En qua geluid doet u met de Alpe 6 goed, jongen. Dat levert op. Dat is niet normaal. Ik ga even kijken. Kunnen we gaan beginnen? Of en, nog niet? Nog, ga jij even vragen? Ja, ze kijkt ook niet op. Ik ga niet naar hem toe. Een half uur? Lindbergh! Nou, nee, 5 minuten. Was een grapje. Dus. Nee, dat gaan we niet doen. Wie is er hier voor de eerste keer? Yes. Zo! Wie voor de tweede? Derde? Vierde? Vijfde? We dunnen uit, hè? Zesde? Is er iemand die hier al voor de zevende keer is? Oh! Super! Chapeau! Petjes hebben we die op. Maar we hebben het goed gedaan, hè, jongens? Tegen de wind in. En dan hier zitten we z'n allen. Dan zeg ik, everybody, eat your heart out. Dus. Maar volgens mij staan jullie aan het moment van een hele mooie inspiratieavond. Ja. En gaan wij heel, heel blij dat dit microfoon overgeven. Ja. Aan iemand die jullie mee gaat nemen door deze inspiratieavond. Wij wensen jullie heel veel succes morgen. Maak er een mooie dag van. Geniet van iedere meter. Het is geen wedstrijd. Geniet van de finish. Het is gewoon fijn om te doen. Mooi om te doen. En het is geen wedstrijd wie het snelste boven is. En het meeste boven komt. Het gaat erom in welke intentie dat je doet. Probeer te genieten van de mensen langs de kant. Van de mensen op het parcours. En natuurlijk van alles wat je daar meemaakt. Wij wensen jullie een hele fijne inspiratieavond. En morgen, zet hem op!
Zij heeft mij als eerste een Google-verbod gegeven. Ik mocht niet googlen, want dan zou ik me alleen maar zorgen gaan maken. En ik had nog een week om te wachten totdat de biopten de uitslag daarvan waren. Zij heeft in die week zelf zich niet aan die regel gehouden, zij heeft wel gegoogeld. Zij wist dus precies wat er was toen de MDL-arts de week daarna vertelde dat het kwaadaardig was. Dus ja, ik heb kanker. Ik heb slokdarmkanker. En op dat moment werd er dus aangegeven, nou, chemo, waarschijnlijk in eerste instantie, ja, de grote vraag is, als je kanker hebt, is het uitgezaaid, is het behandelbaar natuurlijk. Ja, nou, wat we hier zien is 27 november, dat is de dag dat ik de operatie ondergaan om de slokdarm weg te halen. Ik zou rond een uur of 9:30 wakker worden s'avonds op de IC aan de beademing. Maar ik werd rond 2:30 wakker en ik zag dat ik op een
groevenkamer lag en niet aan de beademing lag. Toen ik weer bijkwam, toen lag ik inmiddels op de uitslaapkamer, was mijn vrouw naast me, toen was de chirurg er ook bij. En die vertelde mij dat ze me eigenlijk open gemaakt hebben en gelijk weer dicht hebben gemaakt, omdat er uitzaaiingen zitten door mijn hele buik. Ja, en dan is dat eventjes schrikken. Die vraag is heel veel gesteld van, heb je dan een bucketlist en ga je dat doen? Dat ga je allemaal voor spectaculaire dingen doen. En ik dacht vroeger altijd van, op het moment dat ik een korter leven heb, dan ga ik een wereldreis maken. En dan, dat is helemaal niet wat ik wil. Wat? Oh, dames en heren, even een korte pauze. Er is iemand onwel geworden. Dus daar gaat even de dame van uit. Ja. Niet te hard rennen, dan krijgen we meer ongelukken. Ja, nou, dit was ons eerste trainingsrondje. Er loopt er trouwens eentje bij, die is wel afgetraind, helemaal links. Dat was overigens ook de schilder. Nee, het mooie is dat ik had in eerste instantie het idee om in 2015 te gaan fietsen. Als dankjewel van ik ben beter, ik ga fietsen. Dat moest 2014 worden. En ik wilde in eerste instantie, ik schrijf mezelf in. Ik ga niet helemaal mensen vragen om mee te gaan, want ja, niemand zegt tegen mij nee momenteel. Dus dat is soms makkelijk, maar... Maar binnen een week hadden dus 7, 8, 9 man gebeld, vrienden en mijn broer en mijn zwager. Die gingen mee fietsen. Ja, dat is geweldig. Ja, 7 man van die personen, die hadden dus geen fiets. Het is wel makkelijk als je die hebt. Ja. Toen we gingen spinnen waren er 2 die voor de eerste keer in de sportschool kwamen. En geen kleding, dus... Maar goed, ze hebben allemaal een fiets gekocht, ze hebben kleding gekocht inmiddels. Die in de spijkerbroek, die is vandaag de berg opgekomen, super Harald. En eigenlijk hebben ze allemaal het virus te pakken gekregen, want ja, ik denk eigenlijk dat na morgen dat ze nog steeds fietsen wel leuk gaan vinden. Nu gaat het goed. En ik ben heel actief bezig geweest met mijn verhaal naar buiten brengen, om begrip te krijgen en waar mogelijk om mensen te inspireren. In het begin kreeg ik heel vaak terug van ja, je verhaal wat inspireert me, toen had ik zoiets aan. Ja. Maar ja, blijkbaar zit daar een kern van waarheid in. En dat is graag wat ik graag naar buiten wil brengen. Dus ik heb een brief geschreven naar het KWF, naar de Alpe d'Huez, waarvan ik zeg, gebruik mij waar mogelijk om bewustzijn te creëren. Dus ik speel mee met een aantal fietsvrienden in de reclame van het KWF, die 2 weken geleden gelanceerd is. En er staan een aantal bladen, en afgelopen maandag in de Telegraaf. Dus ik voel mezelf een beetje een BZN, een bekende zieke Nederlander. Ja. Wij hopen en wij wensen dat jij hier volgend jaar weer staat. Wij hopen en wensen dat je volgend jaar weer met je zoon gaat fietsen. Je was wel realistisch, want je zei, je bent een realist, dat zeg je ook elke keer. Maar degene die voor mij hier op het podium stonden, ja, die stonden er elke keer volgend jaar niet. Maar 1 moet de eerste zijn. En wij hopen met z'n allen dat jij dat gaat worden, Wouter. Geef hem hartelijk dank. Ik heb het ook met Wouter gehad over hoop. En hij zei tegen mij, ja Paul, hoop, ja, hoop daar heb ik niet zoveel mee. Hè? En hij zegt, ik heb met andere mensen gesproken die kanker hebben. Ja, als je het over hoop hebt, dat is zo passief. Ik zei tegen hem, ik zeg, ja, maar hoop, dat is niet alleen passief. Hoop is passief als je verder niets doet. Maar hoop wordt heel mooi op het moment dat je je actief inzet. Want dan wordt hoop iets waarbij we met z'n allen werken aan de hoop op een structurele oplossing
die kanker de wereld uithoudt. En toen zei hij, ja, als je hoop zo ziet, ja, dan vind ik hoop wel mooi. Als we het hebben over hoop, dan is er ook weer iets heel moois gemaakt, geschreven door Maarten Peters. Het is een nieuw nummer. Jullie horen het voor het eerst überhaupt, wordt het hier nu voor het eerst gezongen. Het is een prachtig lied. Het geeft hoop weer. Dames en heren, een heel hartelijk applaus voor Maarten Peters. Ja, ik zat een paar weken geleden zat ik in mijn studio. Ik denk, het is tijd voor een nieuw lied. Vooral deze geweldige. Vooral omdat ik elk jaar als ik hier sta, dan zie ik al die generaties. Ik zie oude mensen, ik zie wat jongere mensen. En ik zie vooral ook heel veel kleine guppenkoppen ertussen zitten. En dan ga je toch nadenken. Dan denk je van, goed, weet je, we zijn bezig om die ziekte de wereld uit te krijgen. En mijn generatie, ik ben nu 54. Dat zou je niet zeggen. Sommigen zijn bij jou al 54, want het was 54. Nee. Weet je, onze generatie, mijn generatie, die krijgen die ziekte, overleven het of gaan er aan onderdoor. Maar als ik die kleine guppenkoppen zie, dan denk ik, ooit moet er toch een tijd komen dat die kinderen tegen elkaar zeggen, kanker, daar ging je vroeger aan dood. En dat die anderen dan zeggen, is dat waar? Ja. Daar, toen dacht ik, hoop is eigenlijk de benzine van die grote motor die wij met elkaar zijn. Die machine die gaat draaien vanaf morgen, die vandaag is gaan draaien. Om geld in potten te stoppen, zodat de kleine guppen ooit tegen elkaar kunnen zeggen. Daar ging ik vroeger aan dood en nu niet meer. Ik ben heel erg zenuwachtig om voor het eerst dit nieuwe liedje te zingen. Dus geef me dat. Even dat ik op het speakblaadje kijk, Margriet heeft een fantastische mooie PowerPoint gemaakt. En daar straalt alleen maar hoop uit. Pak het in je hart. Ik hoop voor mijn kinderen. En de kinderen van mijn kinderen. Ik hoop voor mijn liefste en alle liefdes van de wereld. Van vandaag en van morgen. Ik hoop voor mijn vrienden en de vrienden van mijn vrienden. En al die vriendinnen die samen vechten, strijden, zij en zij. Thank you.
liefdes van de wereld van vandaag en van morgen. Ik hoop dat jullie het meenemen. Volle borst. De tekst staat achterop. En we staan straks.
Kennen. Je zult zien dat je de kracht weer vindt.